Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar Sinterklaas. Dus Elijs en Pietje. Ja, hij ziet er echt leuk uit. Hey, Pietje. Wat zie jij er mooi uit? Ga staan op de bank. Ik wil jou zien. Wauw. Echt een mooi Pietje ben jij. Ga jij Sinterklaas helpen vandaag? Ja. Geef die vork en die lepel aan mij. Kom hier. Schieten, want wij komen too late. Zo, we zitten in de auto. Ili, je bent echt mooi, hè? Onderweg naar Sinterklaas. Veel zin in. We zijn too late. 1 minuut. Nee hoor. 3 minuten denk ik. Ik zou wel niet vlakbij dus. Sorry zus. Is die onze schuld? Mijn schuld? Ja. Waarom? Kijk uit, ik was de tijd vergeten. En jij ook. Nee hoor. Wel hoor. Ik had alles ontdekt. Jij zegt, oh joh, het is ik was wel al klaar. Ja, ik was ook klaar. Iedereen die dit nu kijkt, die denkt ook dat het nu aan mij ligt, maar deze keer lag het niet aan mij. Hey, ik ben niet goed, ik was al klaar. Ik ook. Ik was eten voor jou aan het maken. Deze rijdt even op het gemak met de gevarenlicht aan. Dion, dan ga jij zo even met je zwager even ophangen. Ja, is goed. Lekker, Eli. Hè? Lekker. Ik zie zwarte pieten. Ga kijken, Eli. Kijk nou, wie ze zijn. Kom kijken. Kom met mama mee. Kom dan. Ga kijken, kom. Til hem op. Fiets. Ziet er weer als mannen. Maar je bent ook zo mooi als Piet, zeg. Hey. Dat is even schuur. Ik ben niet aan te staan. Oh, dat is wat heb je ook mooi. Wat heb jij mooi? Oh, jij kan nog altijd helpen. Kom jij bij Sinterklaasje? Oh. Hey, en jij kan nou heel goed puzzelen. Heb je geen goed aan doen? Ja? Echt waar? En wat doe je dan voor puzzelen? Sinterklaas heb ook gehoord. En dat is heel knap hoor. Je hebt een potje gekregen. Klopt dat? Dat doet af en toe ook potje. Ja. Goed voor jou zeg. Dat vind ik heel knap hoor. Maar dan moet je ook je eigen telefoon meenemen, hè? Potje. Dat gaat makkelijker. En hij kijkt graag naar monsters. Ja. Oeh. Ik denk maar weg hoor, Sinterklaas. Dat vind ik wel. Ze zijn hier toch niet, hè, monsters? Nee. Hè? Zullen hier monsters zijn? Ja. Waar zijn ze dan? Waar zit er? Ja. Ziet iedereen zitten? In het spookhuis. Oh, in het spookhuis? Oh, ja. Ja, in het spookhuis, ja, dat zou kunnen. Nou ja, zo zou ik het ook doen. Niet in de bank kijken naar de monsters. Een beetje eng dan. Ja, tuurlijk. Kom hier, Koeken. Maar ik wil als ik later 5 ben, dan wil ik in de spookhuis. Ja, echt waar? Ja, dat is wel voor jou hoor. Ja hoor. Gaat Ila met je mee? Ja, gewoon in de spookhuis is. Eli, ga je ook graag naar de kinderboerderij? Goed gehoord. Ja, ga je dan met mama? Ja. En wat voor dier vind jij dan het leukste? De meh. Wat? De meh. De meh. Ja, die meh doet. De geit. Welke is dat? De geit. Oh ja. Die met die heren. Ja, hij mist terug. Ja, die hebben jullie. Ja. Maar ik ben ook wel eens een keer. Ik ben wel eens ondeugend. Nee, daar heb ik helemaal niks van. Nee hoor. Kinderen begrijpen nooit wel deugend. Nee, de papa's en mama's begrijpen dit niet. Kijk, wijze woorden, inderdaad. Ja. Dat denk je voor later mee. Soms luisteren die niet, de papa's en mama's. Mama stout. En mama stout. Ja, is toch mama stout? Ook niet helemaal. Het is wel lief.
Maar begrijpen we elkaar niet. Nou ja, dat is niet zo erg. Maar begrijp je wel wanneer je cadeautje krijgt? Nee, niet in mijn rug. Ja? Ik heb een cadeautje voor je hoor. Kijk eens. Ja? Wow. Ja, mooi cadeautje. Alsjeblieft. Ja. Wauw! Wauw! Echt mooi! Zo hé! Hey. Dat is lief! Dat is lief! Fijne ding! In de zon. Kijk, ze komen op het veld. Op het veld. En gejaagd gaat het. Nou, dit is mijn schoonzus, Lois. Hi. Zijn we lekker wijn aan het drinken? Cheers. Roos. Een hele goede morgen. Oh, ik ben echt dood. Ik heb die kleine niet lekker uitgeslapen. Heerlijk. Even bijgedenkt. Oh, gisteravond lekker met Dion laat naar bed gaan ook. Lekker op de bank gelegen. Lekker Netflix gekeken. I like it. Vandaag is een super leuke dag. We gaan vandaag naar een hotel samen. Dus de eerste keer dat we samen naar een hotel gaan. Super leuk. En ik ga jullie vandaag meenemen hoe ons dagje gaat worden. Ik ga nu ontbijt maken. Ik ga nu ontbijt maken voor ons. Morgen. Dus. Nou, zoals jullie zien, mijn haar een beetje nog in de war. Ik ben me eigenlijk klaar met maken. Maar Dion die doet de hele tijd raar. Want die heeft weer een verrassing voor me. Maar ik hou daar allemaal niet van verrassingen. Hou op. Ja, ik ben daar veel te nieuwsgierig voor. Dat is dan jouw probleem. Ja, ik zit dus te twijfelen welke pruik ik op doe. Of deze. De blonde. Zo. Even dit opzij. Kunnen jullie wat zien? Ja. Dankjewel, baby. Alsjeblieft, schat. Nou, wat gaan we doen? We gaan lekker naar een hotel. Wat zit je dan even zo geheimzinnig te doen? Hè? Dat weet ik niet. Omdat jij denkt dat we naar dat hotel gaan, maar we gaan daar niet heen. Echt niet? Nee, we gaan naar een ander hotel. Wat dan? Ja, dat zou je dadelijk wel zien. Nee, dat hotel, ik wou boeken. Ja. En ik heb geboekt. Ja. Maar die datum, dus vandaag, was die vol. Ja. Maar ik klikte op 9, dus vandaag. Toen deed ik beschikbaar, toen kwam ik dat hotel tegen. Dus toen ben ik gaan boeken. En toen zag ik uiteindelijk bij mijn boekingen voor die dag zelf. Dus dat was bijvoorbeeld, weet ik veel... De 26e of zo. Zag ik, je hebt voor de 26e geboekt. Mm-hmm. Dat heb ik ook een keer gehad. Ja. Maar dus ging ik kijken naar beschikbaarheid, ging ik bellen. Toen was die al vol. Maar waar gaan we nu heen dan? Is het hier vlakbij? Ja. Nou, ik word niet goed. En nou? Nou gaan we daarheen. Oh my lord. Nou, mensen, ik heb toch... even mijn rode pruik op gedaan. Ik heb ook nog wat blonde bij. Die laat ik ook al zien. Deze is wel echt heel mooi, hè? Ja. Hoor je dat? Ik ga rijden. Want kijk hoe lang het rijden is. Het is 2:14 minuten rijden. Wat? Nee, geintje. Ik weet even helemaal niet goed. Nee, maar je gaat het leuk vinden, schat. Ik heb mijn best gedaan in ieder geval. Ik ben benieuwd, schat. Ik vind het wel echt heel erg leuk dat ik zo verrast word. Ja, weet je wat dat het is? Dat ben ik niet gewend. Kijk, ik dacht weer van dit gaat ze weer niet leuk vinden. Want ik vond het zelf ook niet leuk. Gaat ze weer niet leuk vinden? Alsof ik zo'n moeilijk persoon nee, ben. Nee, dat zeker niet. Maar ja, die kamer was wel leuk, zeg maar, die we wouden pakken. Mijn broer heeft me gebeld. Moet
moet alleen even regelen dat die box binnenkomt. Staan we dan als twee korkies. Zijn je nou tres? Uno? Ja, stress. Spaans geloof ik. Oh my lord. Ik heb deze in ieder geval nog nooit gehad. Wat heb jij gedaan? Dat is wel heel mooi. Via links. Wauw. Zo heel mooi, schat. Ik ben toch helemaal niet jarig? Hè? Huh? Ga ik ook niet op hoor. Mooi gat. Wat zit hier? Een kledingding. Lieve Des, ik wil even zeggen dat je me elke dag gelukkig maakt en ik echt gelukkig ben met jou. Ik wil je echt nooit meer kwijt, schat. Volgende keer je Hollywood suite, dan maar. Ik hou van jou met heel mijn hart. Dikke kusje, liefde voor altijd. Kleine geitje voor de liefde van mijn leven. Dit is wel echt super lief. Nou, maak open. Hoe film jij? Niet goed. Nee, kijk nou maar. Het is wat anders. Pantoffels. Kijk nou maar. Ja, hè? Ze gaat lopen vragen terwijl dat ze aan het uitpakken is. Ja, pantoffels. Dat vind ik echt leuk. Is die kleur goed? Ja. Is de maat goed? Ja. Kun je er ook een beetje op dansen dan? Ja. Oh ja. Lekker zijn ze, hè? Heerlijk. Waarom weet jij dat ik zo van pantoffels hou? Ik draag heel mijn leven binnen pantoffels. Zo, daar kan ik ook lekker in werken. Deze heb ik vanmorgen gehaald, hè? Super blij mee. Echt heel leuk, schat. Ja? Ja. Ben je blij mee? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft, schat. Ik heb gisteren in de winkel gestaan en toen lukte het me even niet om die ups te kopen. En toen zei jij, toen begon ik erover tegen jou, en toen zei jij van ik koop hem bij mijn jas. Dus als ik een winterjas, bijvoorbeeld een groene winterjas, hou ik groene ups. Toen dacht ik van zo, ik ben blij dat ik ze niet gekocht heb. Toen dacht ik van, weet je wat ik doe? Ik koop sloffen van Ux. Die vind je ook wel lekker. Ja. Maar ik hoefde toch helemaal geen cadeautje nu? Ja, dat is goed.
honger. Lekker hoor, baby. Ja, hè? Nou, hè? Nou, hè? Zo, wij hebben lekker gegeten. We zitten nu in de auto onderweg naar huis. Want we zijn wat vergeten en het is vlakbij. Dus we zitten nu in Van der Valk Nieuwkerk. Voor de mensen die wilden weten wat voor kamer we hadden, de bruidssuite. Oh, want ik kreeg super veel vragen op mijn Instagram. Waar we waren. Maar als ik iedereen moet antwoorden op mijn Instagram, dan ben ik heel de avond bezig met antwoorden. Dus ik denk, doe het gewoon zo. En mensen die willen weten, moeten gewoon vlog kijken. En als je meer kijkt, dan weet je wat, weet je wel. Oh, ik moet mijn trainen. Mijn trainen. Even kijken. Nou, en dan daarna gaan we naar een hele leuke winkel. Ja. Gaan we even daar langs. Snoepwinkel. De snoepwinkel, even wat leuks halen. Bij zo'n mooie kamer wordt wel een beetje avontuur. Nou hè. Altijd leuk met je, schat. Al zitten we heel de avond in de auto. Heb ik het ook leuk met je. Al gaan we nu hier door het gras hier rollen. Heb ik het ook leuk met je. Dus kom, gaan we doen? Ja, we worden toch vies vanavond. Dus ik maak het Nou, kap hoor. Ja, nou, zo'n aardig huisje. Lekker hoor. Gaan wij ook ooit wonen? Ooit. Zijn doelen. Het is beter te laat als nooit. Weinig allemaal in de kist. Ja. Dat is één ding wat zeker. Niks is zeker, doodgaan is zeker. Maar, wat ik wou zeggen. En dat gaat ons gewoon lukken, let maar op. Ja, 100%. Ja. Wij zijn vechters, doorzetters. Vechters? Ja. Boosje. Nou, we gaan nu naar een hele leuke snoepwinkel. Ik ga jullie laten zien waar wij naartoe gaan. Ja. Laat het niet te heftig zien, want aangezien je heel veel regels op YouTube hebt, je mag niet schelden, je mag niet over, kan het woord zelfs niet zeggen, funzige dingen praten, heel erg. Het S-woord. Ja, het S-woord. Ja, je kan eigenlijk kan je jezelf niet helemaal zijn, want heel veel dingen mogen gewoon niet op YouTube. Ja. Omdat kinderen er ook naar kijken en dat mag gewoon niet. Vroeger wel, vroeger mocht je muziek erin en heel de reuter met uit. Reuter met uit. Oké. Rechtdoor. Geen gehoor is rechtdoor. Ja, dat hadden we vorige keer ook geen gehoor rechtdoor. Dus reden we bijna in België. Ja. Voor mijn gevoel reek bijna Barcelona in. Ja, jij kan dan niet altijd weer overdrijven. Luister, ik wist al dat we te ver waren gereden, want ik herkende dat en dat was niet de stad waar we moesten zijn. En ik herkende dat we al veel te ver waren. En jij zei, nee, we rijden goed, want ik ken de weg hier. Geen gehoor is rechtdoor. Geen gehoor rechtdoor. Als ik niks had gezegd, hadden we nou nog in de auto gezeten. Nee. Ja, overdrijf. Maar weet je wat het komt? Ja. Weet je hoe dat komt? Nou. Omdat ik het, wat je kan zeggen, ik heb het zo verschrikkelijk leuk met jou. Ja. We hebben het zo gezellig. Waardoor ik gewoon helemaal afgeleid ben. Snap je dat? Het is ook wel blij als ik in het hotel weer ben. Ja. Maar verklaar met dat gerij. Dat snap ik, schat. Vandaag genoeg gereden. Jij wou zo graag naar de snoepwinkel. Ik? Ja, ik ook wel, maar jij graag er. Of niet? Jawel. Even kijken toch? Het assortiment. Mijn politie rechterkant. Moet je weten. Ik heb niks verkeerd, toch? Nee, maar je weet toch, als ik aan het vloggen ben of wat dan ook, ik heb ook geen zin om aanhouden. Ja, dan zet je hem toch ook even in de vlog. Hele goede avond. Wat ziet u er lekker uit? Dan zeg ik, ik wou dat het wel over jou kon zeggen en je blauwe kant.
het leukste als wij gewoon zo konden praten en het nog zo kapot voor kijken zijn. Je wou wat anders zeggen weer. Wat dan? In plaats van kapot wou je wat anders zeggen. Nee. Jawel. Maar als wij gewoon zouden praten hoe we eigenlijk altijd praten, dan zouden we echt veel volgers hebben. Ja, zo. Maar we kunnen niet zo praten, daarom heb ik weer een stukje eruit geknipt. Het kende gewoon niet, het is echt jammer. Maar ja, het is zoals het is. Weet je wat het is, we hebben allebei best wel malen. Die jongen moest echt heel erg lachen ook. Ik zei. Hij vond het weer leuk. Ach, sieveling. Eli. Ja. Al stil, hè? Dion. Ja, dat wou ik net zeggen. Dion kwam vanochtend naar beneden. En ik ging een eitje maken. Toen zei hij, wel stil, hè, zonder Eli. Gisteravond ook. Zei dat volgens mij ook. Wel stil, hè, zonder Eli. Ik vind het echt, je moet naar rechts. Ik vind het wel echt, ik weet niet. Ik had niet van je verwacht dat je het zo goed allemaal zou doen. Omdat je zelf gewoon uit een ander leven komt. En ja, ik had het niet verwacht toch. Maar eigenlijk, ik vind Eli het wel heel erg leuk dat je zo speels en zo gek bent. Natuurlijk is dat alleen voor een kind. Het is hier in de straat, kijk maar. Ja. Een hele goede morgen iedereen. Goedemorgen, goedemiddag. Morgen. Wij willen even de vlog afsluiten. Dat hebben we namelijk niet gedaan. We hebben de camera, zijn we eigenlijk helemaal vergeten. En toch? Mm-hmm. We zijn het vergeten. Ja, ja, ja. En het was echt super gezellig. We hebben wel een beetje een kater. Maar daar hebben we deze voor. Proost. Proost, skol. En en laat even weten wat jullie van mijn video vonden. Alle duimpjes omhoog. Reactie graag onder mijn video. En dan zien jullie wel eens een nieuwe vlog. Doei doei. Oh ja. En dan hebben we een nieuwe TikTok video erop gezet. Super leuk. Allemaal even kijken op mijn own life of destiny. Doei. Mazzel.